laten we tot de volgende aflevering. Jullie zijn alweer terug. Oh, is het al... Ben ik al 24 uur bezig? Nou ja, zeg. Nou ja, hallo, daar zijn we weer. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Modded Survival. Ik haal mijn teksten door elkaar heen. Wat leuk. Modded Survival. Hoe kan je nou mezelf... Screw you, Alex! Hoe kan je nou mezelf met Minecraft vergelijken? Ik bedoel... Ik heb zo'n groen ding. Dus ik ben hier samen met... Mai, de touwler. En... Met mij. In de vorige aflevering zijn we de touweler des hels ingegaan. Nee. En in deze aflevering gaan we daar gewoon mee verder. En in deze aflevering, zoals beloofd, een dubbele walls, comment walls ding is, omdat hij in de vorige aflevering niet is geweest. Dus wij gaan naar beneden. Ik heb geen zin om hier langer te blijven wachten. Deze kamer die geeft me de bibbibbibbibbers. De bibbibbibbibbibbers. Jullie gaan nou als eerste. Alex, ga maar. Nee, ik ga niet als eerste. Kom op. Nee. Ik ga niet als eerste. YOLO Waterpolo! Tot toe vanaf hier. Oh, ik heb één spanner! Ik heb één spanner al! Echt? Ja. Ik heb... Ja, ik heb er ook één. Dan zijn ze kapot. Slag die beesten! Wat ik hem mis. Misschien had ik hem niet. Ik weet het niet. Ik moet even checken. Ja, kapot. Slacht ze allemaal! Dat ging lekker soepel op zich. Oh jee. Paniek. Pas op, deze die gooi je echt heel hoog de lucht in. Ja, daarom sta ik hier bovenop. Maar we hebben toch geen fall damage? Nou, ik heb ervoor gezorgd van niet. Waar komt die jumpbug vandaan? Wie heeft er een jumpbug gespawnd? Ik heb geen jumpbug. Waar komen die jumpbugs vandaan? Oh, hun niet. Oh, of ben ik er eentje naar beneden gevallen? Ja, dat might be. Oh, help. Oh, dit wordt een hel. 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 Dit is een Halloween. Ik, Alex, zit jij nog wel bij die Hercules? Ja, ik ben die aan jou aan het redden. Kan ook wat sneller. Nope. Ik blijf gewoon. Oh, mijn god, dat zit hier helemaal vast en ik ben een zwaard kwijt! Ik denk dat we hier bij de spanners niet gaan komen met al die jumpbugs. Maar ik zit hier nog aan het vechten. Er is er bijna weer één dood. Ik blijf aan het schieten hier. Ja, doe je blijf schieten. Jongens, ik denk dat ik heel eventjes die spanners eventjes weer in game mode ga doen. Want heel deze vloer die zit helemaal vol met die zooi. En mijn beide zwaarden zijn al weg. Oei. Er zit er eentje bij die heeft de dropzooi. Ah, dat is irritant, ja. Sorry jongens, maar ik heb geen andere keus. Oké, spanners zijn kapot. Heb ik mijn zwaard ondertussen weer opgepakt? Of, Oh, help me. Ah, ik ben naar beneden gevallen! Oh, dit is slecht, dit is slecht. Oké, auw. Ik ben ook naar beneden gevallen, hè? Ik heb er eentje dood. Ik ben gewoon mijn pickaxe nou aan het rammen, omdat ik geen zwaarden meer heb. Waarom ga ik denk die gozer gaan damage? Ik ga gewoon slaan met een butterfree sword dinges. Oh, ik zie jou gewoon. Ik heal je gewoon. Wat is echt... Oh, ik spawn ratjes hiermee. Weg, pikte die voor mij. Dat zou wel fijn zijn. Ik word van alle kanten geblaard. Ja, ik ook. Ergens ligt mijn ultimate sword. Ik heb hem niet opgepakt. Maar wat nu? Want het is echt een beetje... Nou, die spanners die zijn kapot in ieder geval. Ja, maar die is dus blijven die dingen spannen. Ja, daarom moet je die jumpbugs gewoon kapot maken. Ik probeer er doorheen te rennen, bro. Ik heb bijna die Hercules Beatles allemaal dood. Oh, wow, nice. Ja, jij staat op een veilige distance. Ja, ik zat daar gewoon boven te schieten. Ja. Sta ik niet. Er zit nog een spinnenweb ook. Wauw.
taking damage now. Nice. Ik loop vast. Waar is mijn ultimate sword? Al die feestjes die helpen ons ook nog eens een keer. Ik gebruik gewoon die fairy sword hier. Dit is echt niet te geloven. Wacht, is dat mijn ouw? Ik dacht dat ik mijn zwaard zag. Ah! Wat een chaos! Even kijken, wat ligt daar? Waar is dit? Mijn sword is ook gedropt. Shit! Nee! Ik wil mijn zwaard terug! Ik wil mijn zwaard terug! Oh, ik rein best wel veel damage op het moment. Ik heb mijn zwaardje terug. Ik heb mijn zwaardje meer. Dit is echt gekke werken. Nou, die spawn is erin kapot in ieder geval. Ik denk dat dit wel leuk is. Ik heb een oh my god, no, don't do it gevonden. Ja, maar we zitten nog hier in die dungeon! Ik kom eraan! Ik wil mijn zwaard terug! Ik ook! Waaah! Ik sta dicht op de grond! Dan moet jullie even wachten, want Alex is eventjes. Ik heb een zwaard! Wat is dit dan? Een freaking regen. Wat kan je daarmee? Schieten! Oh, daar wil ik mee schieten hoor, zo meteen. Volgens mij heb jij mijn zwaard. Jeetje, het staat er helemaal vol met die krengen! Ja. Ah. Ik kom nog geen steek verder. Ja, er zit hier spinnenwebben. Oh, ik ben eruit. Ik ben er met de matters. Dan heb ik weer honger. Dan ben ik weer poison. Regen! Als Alex ons nou eens eventjes mee zou komen helpen. Alex, slaat die vloer nou even over anders. Eventjes. Doet die regen veel damage? Alex, kom naar beneden! Ik kom eraan! Ik word beschoten al de tijd. Hey, bijna één jump, bug down. Zo. Zitten jullie nog een vloer beneden? Ja! Wij zitten bij de jumpy. Wat? Ik ben weer omhoog geblazen. Sorry! Ik ben bijna dood, alsjeblieft zeg dat ik bijna dood is. Ik ben aan het helpen! Fijn. Dat was het. Dat was ik! Oh, mijn zwaard is kapot. Fijn. Waarom sta je hier in de lucht? De servant? Misschien te veel onweer? Wat is er? De server hangt eventjes. Oh. Ik word gewoon nog in elkaar gerost, dus ik heb eigenlijk nergens veel last van. Ik wil naar het midden! Die jumpy bug, of die grote bugs, die moeten kapot. Ja, dat weet ik. Waar die beste met de... Waarom kun je die beste gewoon slaan? Ik ben met de ultimate bow op ze aan het schieten. Ja. Oh, mijn ultimate bow is op pleiten. Ja, één down nu. Ik sla je! Hoe kan één... Hoe kan het dat ik hem ook echt blijven spawnen? Die irritante extra dingetjes waar je niks van hebt. Weet ik dat niet. Doet die onweer het goed? Wat onweer? Mijn zwaard! Wat gebeurt? Oh. Ik vond het mooi geweest. Mijn zwaard! Waar is mijn zwaard? Dat is mijn zwaard! Wow. Zwaard weg. Spek, zwaard weg. Dit is een beetje, ja. Ik vind het wel genaaid. Wij staan daarboven, ik weet niet hoe... Wij staan hier, ik weet niet hoe hard te rammen.
En wat doet Alex? Hé, hey, kijk, wat hebben we hier? En hé, hey, kijk, wat hebben we daar? Sorry. In ieder geval, dit zijn allemaal spawn-eieren. Ja, mooi, hè? Nee. Ik had eigenlijk Royal Armor verwacht, nou. Maar ik denk dat hij nog één verdieping lager zit. Ja, maar, dus... maar het nadeel is dus, ik heb helemaal geen ultimate sword meer. Die is ergens, die is gevallen en die is er niet meer. Kan er wel, ik kan er misschien twee maken. Nee, ik kan niet. Nee. Ik heb geen iron, ik, kan er wel, ik heb wel de titanium, maar Ja, en nu? Dus ik kan naar huis toe gaan. Ik heb, Heb jij nog bacon thuis? Ik heb nog bacon gewoon in mijn inventory. Jongen, ik heb nog een bacon is ook wel handig. Oh jongens, wat zijn die voor rotstafjes eigenlijk? Oh. Weet je wat het leukste is aan deze? Wat doe je? Dat is een thunderstaff en die gooit hij gewoon hier ergens weg en noem maar op. Dus. Ik heb een andere, ik weet niet wat die doet. Ik wil eens even kijken. Wil je kijken? Ik heb het net al getest. Juist. Hij is grappig. Nee! Daar komt er hier nog een kraken. Ja, dat is leuk. Hey, niet doen, Alex. Ik fix het al. Kraken gespawnd. Echt? Ik wil dat zien maar niet. Of is dat? Oh nee. Hè? Ik ben blindest. Jongens, ik vind deze nightmare echt een nightmare geworden. This is Halloween. Spawn with the skeletons, leuk! Ik pak wel even die big hammer voor 15 attack damage, dan heb ik tenminste nog iets. Wil je er nog iets hebben? Of wacht? Even wachten hoor, want ik heb... amethyst sword. Hè? Wil je een amethyst sword? Ik heb ook een spawn mobzilla. Echt? Ja, daar heb ik er twee van. Nee! Nee, niet doen! Nee! Wat doe je? Don't worry, ik ga ze niet gebruiken. I don't like it. Maar ik heb een ultimate sword nodig. Ik word geslagen door de muur. Ah, een visstick! Een visstick! Wie heeft die nou weer gespand? Laat die spanner nou eens even met rust en we moeten nog één verdieping lager. Oh, wacht. De laatste verdieping, daar zitten geen dingen. Er zit alleen maar dat... Ja! Waarom? Ben je er al in? Ja, iemand slaat mij erin. Je hebt zo'n beest gespawnd. Oh, ik spawn helemaal niks. Ik ga eruit. Zoek het maar uit daar hoor. Ik ga naar huis. Nee, en ik dan? Ja, doei. Doei. Het was de laatste verdieping anyways. Het was de laatste verdieping anyways. Nog een keer? Ja, hier heb je je unstable ends. Veel plezier ermee. Ik gebruik mijn warp. En ik zie jullie thuis wel. Kom nou. Ben er al. Ik sta hier voor de kanarie in zijn oliebol. Maar nu hebben we hem opzet. Wow. Intermission eventjes tussen de afleveringen door. Aangezien dat wij vergeten te waren om de aflevering de comment van de dag te geven, lijkt het me nou net zo handig om eventjes de comment van gisteren nou maar eventjes op de muur te plaatsen. Dus wij gaan naar de Awesome Wall of Comments van aflevering 27. Aflevering 27 had een reactie van ene Maurice. Meneer Maurice, gaat je niks aan? Serieus, zo heet hij, daar kan ik niks aan doen. En die had gezegd, wat is... Kattenpik. Je... Texturpack. Oké. Okay. En wat zeg ik daarop? Gaat je niks aan? Ah, oh, dat is echt vlees. Nee, tuurlijk niet. Wij gebruiken... Ik gebruik Sfax. Ik weet niet of anderen ook hem gebruiken. Ik gebruik toevallig Sfax. Ik ook. Ik niet. Dus, nou ben ik heel erg nieuwsgierig. Want ik heb hier... Even kijken hoor. Je hebt... even kijken. Ik heb hier... 1, 2, 3. En dan heb ik hier ook nog 2. Wacht eventjes, dat is de basilisk. Maar die heb ik hier... Niet meer, oké, dat maakt niet uit.
Even kijken, dus is 4. Welke mis ik dan nog? Ik heb nog geen Mothra skill zo te zien. Ik mis de Water Dragon, mis ik dan nog. Dat is van de kraken, dacht ik, of zo. Ja, dat is de Kraken Tooth. Ik mis... Even kijken, Jumbug, Green Goo, Nightmare Scale. Jongens, ik ga heel eventjes offscreen om heel eventjes mijn stuff eventjes te ordenen. Wij zijn zo bij jullie terug. Oké, en daar zijn we weer. En ondertussen regent het buiten, maar ik heb nog geen onweer gezien. Dus we zitten nog safe. Onweer. Nike's. Dus, maar dat maakt niet uit. Ik heb nou even 2 Ultimate Swords gemaakt en ik zit heel even zitten kijken. Maar ik ga heel even kijken wat we nou nog meer nodig hebben. Want ik heb dus 5 boss items. En ik heb er in totaal 8 nodig. Ik mis nog de Mothra, de Water Scale en de Emperor Scorpion. Dat zijn de 3 dingen die ik nog mis. Oh. Ik heb de Green Goo. Ja? Ja, eventjes. De Mothra skill en een Kraken Tooth. En dat is het enige. Nou, Mothra die ken ik dus zeg maar voor zorgen. Want ik heb een Mothra ei heb ik. Hoeveel? 1. Ja. En een Mothra die dropt heel veel van die skills. Oké. Okay. Maar dat lijkt me het beste om dat eventjes overdag te doen. Dus, en een Mothra is heel makkelijk om te verslaan. Heb jij toevallig nog meer Emperor Scorpion skills? Ik zal eens kijken. Denk het niet. Maar er zit er wel hier eentje achter in mijn tuin. Nou, het voordeel is, als wij dus zeg maar eventjes teruggaan naar die Nightmare Dimensie, daar kunnen we nou dus zeg maar onderin. Daar zitten non-stop van die Emperor beesten. Ja. Maar het is hier nogal druk buiten met zombies. Ja. Volgens mij had ik een bed. Hey Scar, hoe gaat het ermee? En hoe gaat het met jou? Alles goed? Mooi. Monsters are nearby, I can't sleep. Ik kan slapen. Wat leuk. Ja, ik kan nu ook slapen. Ik niet. Op dit moment zitten jullie waarschijnlijk naar mijn kleine vierkantje te kijken in de hoek. Want er staat heel veel tekst in beeld. En ja... hoi. Tornado. Dan zou de sirene afgaan. Tornado. Ik geloof... Nou toch. Waar dan? Tornado, ik kom er echt op ons aan. Waar? Dat is Guido's huis. Guido's huis? Ja, Guido's huis. Holy snijkies. Wat vinden we Holy... Oh my god, nee. Mijn ramen gaan dit niet leuk vinden. Ik wil glasverzekering. Hij gaat volgens mij over de netherportal. Ja. Mijn huis blijft gespaard. Al onze huizen blijven gespaard. Waar draai ik dat mij toe? Om mijn huis. Dit keer niet. Komt dit zo keer niet. Komt hij zo meteen terug. Bye, have a great time. Ik zei toch dat het eraan kwam? Ja, maar ik lag te slapen! Dat is een tornado hoor, dat is echt heel erg. Nou, hij is al. Hij valt uit elkaar. Maar, Gelukkig. Waar maak is het? Dag. Nou, ik zie ook helemaal geen schade of iets. Volgens mij is hij. Even kijken, hij is hier het water in gegaan. Want ik zie hier zijn spoor. Of is dit van de vorige? Want ik zie hem echt. Volgens mij is hij. Hij is recht volgens mij over het huis van Dutch Gaming Nation gegaan. Ja. Ah, het ziet er wel beter uit nu. Ja, inderdaad. Het heeft iets aparts.
Nee, maar ik heb dus nog een... heeft er iemand toevallig nog van die... hoe heet dat nou? Die andere, die... Emperor Scorpions, die heeft niemand, hè? Ik... Nee. Een... Denk ik niet. Oh! Ik zou even... De tornado blijft. Nee hoor, dat is alleen maar zijn lucht. Ja. Er spant geen tweede uit. Zou wel leuk zijn. Nee. Nou, ik ga heel eventjes nog in deze aflevering nog heel eventjes een mod gaan slachten. Ja, ik wil ook helpen. Ja, dat hoeft niet hoor. Dat ding is in 3 klappen dood. Ik wil helpen. Nee! Natuurlijk mag dat. Zou je dus ook over... Over? Kom maar in. Maar, wat doen? Die... Mag ik zo nog die goo? Nou, die mag je ruilen. Voor? Een Emperor Scorpion dinges. Joh. Zegt die even. Nee, daar kan ik zelf ook nog aankomen. Weet je wat, als jij dan eventjes op de hunt gaat voor... hoe heet die krengen nou? Die Water Dragons. Oh, maar ik moet nog een... Oh ja, ik ga Water Dragons voor je pakken. Ja, dan ga ik heel eventjes voor Emperor Scorpions. En daarna moeten we nog een kraken. Nee, want ik heb een kraken. Mag ik ook wat doen? Ja, ga jij maar op zoek naar krakens. Ja, ga jij maar 2 krakens doden. Als het goed is... Oh nee, Guido had dan een kraken tooth of zo. Eén iemand had al een kraken tooth. Ja, die had die... Aardig had een sign net. Nee, nee. Ik heb er eentje. Oh, dat is toch goed? Wow. Ja, maar we hebben er allemaal eentje nodig. Dus ik ga heel eventjes mij helemaal kapot krijgen met die geklote Emperor Scorpions hier. Hey, ik zie daar een water... een ding. Een water dragon. Oh boy. Dit was een dom idee! Wat? Het zijn er te veel! Jouw dingen pak ik altijd dood dit. Ik doe ze bijna nog niet eens schade met mijn ultimate sword. Wat? Mijn armen die houdt het nog goed vol. Dat is goed, tenminste. Ah, ik heb hier zo'n rasman die weer van die klote spinnenwebben schiet. Wow. Ik heb een water dragon skill. Oké, dan moeten we eigenlijk nog eentje, toch? Oh, nee. Nee? Oh, die frick. Ik heb er eentje. Ja, maar houd je er al één zelf? Nee. Ja, dan moeten we er nog een. Ik ben al aan het zoeken. Ik heb een ander probleem. Wat? Ik zit vast. Nee, jij kan niet vastzitten. Dat mag niet. Iemand moet je ook komen redden. Ja, waar zit je vast? In de nightmare dimensie. Oei. En ik heb ook geen pickaxe bij me. Ofwel, wacht. Misschien in mijn backpack. Ja, ik heb een ruby. Kom op, breek het open. En dit was het zielige verhaal van. Ik ben eruit. Dit is het spannende verhaal van. Ik ben gewoon één. Maakt niet uit. Ik ben één ultimate sword kwijt. Oh nee, ik heb hem niet terug. Shit. Nou ja, dat laten we dan wel open voor de volgende aflevering. Sadly. Of ik spawn hier gewoon een Mobzilla. Die krijg ze wel dood. Ik zou het niet doen. Nou, nah, doe ik ook niet. Ik ga naar de comment wall en ik ga de comment van de dag ophangen. Oké. En dan morgen gaan wij voor de strijd voor de Big Bird. Tot we die dan compleet hebben en zo. Dus, de comment van de dag van vandaag. Van part 28. Daar heb ik geen naam. Ik ga heel even snel spieken. Oké, sorry daarvoor. Ik had eventjes een foutje gemaakt dat ik de naam er niet bij had geschreven. Maar de volgende comment is van Tom Post. Of Tom Post. Ik denk Tom Post. En die had neergeschreven P.S. Eindelijk Minecraft.
Eindelijk. Jee. Nou, Tom, het spijt me je zeer om te zeggen, maar nou staat dus Minecraft heel even 3 weken op pauze. We hebben de Nightmare Dungeon, hebben we volkomen voor elkaar gekregen. Het enige wat we nog nodig hebben zijn die Emperor Scorpions. En waarom zit jij nee te klikken? En die... En een Kraken Tooth. Nou, die heb ik lekker. Na, 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 na. Maar heb je ook je had er veel eerder in kunnen krijgen, maar nee, jij dacht bij je eigen van misschien is het een goed idee om 3 krakens te spannen zoals dat je de vorige keer hebt. Ik had er maar eentje geschoten en dan kwamen er 3 uit. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar goed, ik dank jullie allemaal voor het kijken. Volgende week begint dus de Halloween special. Morgen natuurlijk zoals altijd de Legend of Zelda de Wind Waker. En we gaan niet zeggen wel van Wind Waker, dankjewel. In HD. Alex, ik haat je. Altijd. Ik dank jullie allemaal voor het kijken. Heb je een leukste momentje van deze aflevering? Laat het weten. En misschien kom jij ook wel op de geweldige wall of comments. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Bedankt voor het kijken. Like natuurlijk. En abonneren op Zelda Player 20. Want daar moet je zo snel mogelijk al die duizenden sets blij maken. Doei. Wat? Koekjes. Wij gaan lekker naar First Look. Ja, dat is volgende week. Zullen we met vuurwerk eindigen? Nee! Want... Vuurwerk! Ik ga... Het is klaar. Doei!